Een gouden mogelijkheid voor Lierse Kempenzone om in deze eerste 1B-wedstrijd van 2021 op voorsprong te komen. Plakka trapt hem voorbij doelman Senne Lammes. En dan hebben we toch al dat eerste doelpunt. We hebben er niet lang op moeten wachten. 9 minuten. Die zich achter de bal zet en doet wat hij moet doen, scoren. En daarmee... Het is 2-0. Wat een knullig doelpunt voor Club Next. Senne Lammes, die het spel heel snel op gang wil brengen. Hier komt Blomme aan de bal. Niet meteen de beste paas, want Blomme moest zich nog wat kunnen draaien. Zit er niet goed tussen. Blomme ook niet. Dus Gilles nu wil op het juiste moment die bal spelen naar Samijn. Fouakala komt terug en de trap van Samijn gaat erin. Nee, tegen de paal! En dan is het uiteindelijk de goal van Fesu Plakka, die op de juiste plaats staat en zowaar een hat-trick kan scoren. Zijn eerste hat-trick van het seizoen. Fesu Plakka van zijn hat-trick te houden. Zelfs Bernd Brugmans, helemaal vanuit zijn goal. Dezelfde stip als waar Fesu Plakka in de 10e minuut Lierse Kempenzone 1-0 voorbracht. Wordt het van op dezelfde stip 3-1. Jawel, Maxime de Kuyper met de e-redder voor Club Next. Jongen erbij bij Club Next, die een doelpunt weet te maken in 1B. Na dus vooral Thibaut Baten. Maar uiteindelijk toch kopje onder in de tweede helft. De terugwedstrijd in Brussel eindigde op een 3-0 zege voor Union. Met Van Zijr nu meteen al voor de opener. Jawel! Van Zijr die twee keer scoorde in die wedstrijd, wou ik net verstellen. En hier is het al raak in de eerste minuut. Hoe lang duurde het? 10 seconden. Dante Van Zijr met de openingsgoal. Aftrap met Lapoussin, die meteen Nielsen vindt. Geweldige dieptepaas van Nielsen. En Van Zijr die de score opent. Op aangeven van Nielsen even meenemen. En dan voorbij Dutoit. Van Steenkisten. Mertens goed gekaatst van Mertens voor de Belder. De Belder voor de 1-1. Natuurlijk, natuurlijk maakt hij het af. Willem de Belder met zijn tweede van het seizoen, de gelijkmaker. De tegenaanval met de heerlijk paasje van Mertens voor de Belder. Legt klaar voor Le Postolec. Maar daar is Oendaf, ze zijn met z'n drieën, met 3-2. Daar is de snelle Van Zijr voor bij Lecomte. Van Zijr in de 16 met Oendaf voor doel, daar moet het naartoe. Maar het is Fixel die scoort. Mathias Fixel met de 1-2. Wat een heerlijke counter van de unionisten. En Mathias Fixel werkt af op aangeven van Dante Van Zijr. Een goal en een assist. Hier het balverlies van Le Postolec. En dan gaat het heel snel. Fixel die Van Zijr diep stuurt. Van Zijr pijlsnel de 16 in. De Duitse spits van Union voor zijn 7e van het seizoen. En voor de 1-3 Oendaf binnen. Hard in de hoek. Onhoudbaar. Dutoit de verkeerde kant uit. En zo staat het 1-3. 7e. Even kijken. En dan... speelde maar 2 volledige wedstrijden dit seizoen voor Deinze. Voorzet van Van Steenkisten en daar Mertens. En dan is het Chalouk die de bal binnentrapt. Net na de 1-3 staat het 2-3. Van Steenkisten. Prima voorgebracht. Mertens met de borst. Daar is Van Zijr. Ze zijn met z'n tweeën, want ook Oendaf is mee. Van Zijr, mooi, tot bij Oendaf. Oendaf met de goal, jawel. 2-4, boeken toe voor Deinze. Dennis Oendaf met zijn tweede van de avond. En Union is 3 punten rijker. Dante Van Zijr met de steal, mooi meegepikt. En dan op het juiste moment de paas voor... Ja, toch een
viertal mensen van Serain in de box. Dus die bal van Swerz is een goeie! En we hebben een doelpunt. En het is opnieuw Abli Jalon die kan koppen. En het doelpunt kan maken tot twee keer toe. Weet hij daar zijn rechtstreekse concurrent in het luchtruim af te troeven. En hij kopt hem dan wel redelijk centraal, maar wel hard voorbij Berke Euser. Die er deze keer niet... Dus dat was goed gelezen door de ex-verdediger van Union. Een goede bal nu op Abrahams. In de loop van Plumet. Die gaat scoren. Die gaat scoren. Jawel! Het doelpunt van Freddy Plumet. En dit in zijn eerste 27 minuten voetballen in het geel-blauwe shirt van Westerlo. En Westerlo er met mondjesmaat aan het doorkomen. Goed gedaan. Die... En zo zie je maar, met dit Serain ben je niet klaar hoor. Ook al was het de voorbije minuten iets minder, daar zijn ze opnieuw. Hier is Jallo en die bal wordt niet van de lijn gehaald. Kijk eens aan! Abli Jallo is in de eerste helft zich helemaal aan het ontpoppen tot de held van Serain. En kijk eens, na zo'n hele goede periode van Westerlo staat het toch maar weer 1-2. Hier de voorzet. En Jallo staat er. Goeie pal hoor op Dieriks. En het is geen buitenspel. De vlag blijft beneden. En dan is het weer goed verdedigd door die jonge belofte Elias Spago. Het is wel nog niet volledig gedaan. Seydou met de voorzet. Dieriks gaat scoren. Het is 2-2. Ja, het is 2-2. Na een hele goede aanval van KVC Westerlo. Ballen al 4 goals in dit leuke duel. Hier kan Spago nog wel verdedigen. Ja, en dan trapt hij de bal weliswaar pardoes in de voeten van Leo Seydou. En die tekent dan maar meteen. Seydou probeert de combinatie op te zoeken. Bal komt in de voetjes van Vaneno terecht. De voorzet is vrij goed. En daar is de goal. Vito Kele kopt hem binnen. Guillaume Dietsch helemaal verbouwereerd. Staat hij aan zijn eerste paal. En kijk eens aan. Westerlo heeft het helemaal weten om te keren in deze tweede helft. Zijn derde in evenveel wedstrijden. Hier komt dus die bal in de voetjes van Lucas Vaneno. Serain zoekt wel naar mogelijkheden, ondanks die man-minder situatie. En kijk eens, hier is de kans om te scoren. En dat gaat ook gebeuren. De vlag blijft beneden. Het is 3-3. En Westerlo kan het opnieuw niet controleren. Ja, die doet niets. Het doelpunt voor Serain. Duidelijk geen buitenspel. Vaneno, 3 mensen van Westerlo in de box. Hier is Zinček! En het is 4-3. En iedereen op de bank bij Westerlo veert recht. De jongens van Serain met de handen in het haar. Berke Euser. Hier gaan we dat nog eens te zien krijgen. Geen buitenspel. En Zinček, ja, Guillaume Dietsch, die speelt al een hele poos heel ver uit zijn doel. Maar het gaat naar achteren. En dan nog eens breed. Kijk eens, een Souzi kan profiteren van die slechte pass van Van der Smissen. En dan zelf trappen. Hij gaat erin. Het staat 0-1. Kevin Nzuzi met de openingsgoal. Hij probeerde het al eerder in de wedstrijd van afstand. Maar toen leek het nergens naar. Deze is gewoon raak. Een Souzi zorgt voor de 0-1. Zijn derde van het seizoen. Bal even goed leggen en dan is Svetkauskas geklopt in de korte hoek. Ja, tweede poging van Nzuzi. Is de all-time topscorer Thomas Henry. En kijk eens, opnieuw balverlies en Nzuzi die er op slag van rust 0-2 van kan maken. En hij doet het ook. Een Souzi met zijn tweede in de 45ste minuut staat het 0-2 voor RBDM. Hier een weggever, de tweede al. Lemoine die wegglijdt, de wedstrijd doen kantelen. Zarouri. Ja, voorzet is goed en hij gaat erin.
Daar is de aansluitingstreffer. Kadiri tikt binnen. Zarouri dit keer niet met de goal. En dan heeft Kadiri maar binnen te tikken in de rug. En Ugalde, het 19-jarige talent. Ja, de 2-2. Het is Neven die hem binnenkopt. En zo stelt Lommel op enkele minuten gelijk. Mathies een tweede keer geklopt. Komt hem perfect en onhoudbaar in de hoek. Doeken voor Lommel SK. Gescoord werd door nummer 6. Neven. Verschuren. Opent voor Thordarson. De voorzet is goed en de kopbal binnen. De 3-2 binnengekopt door Ugalde op 10 minuten van het einde. Kijk eens, de kleine Ugalde daar tussen die verdedigers van RWDM in.